Ik ga ja, vandaag iets doen waar ik zo ontzettend lang al zin in had. Namelijk Roy Dames interviewen. Roy dames is echt, echt, echt de allerbeste documentaire maken die we in Nederland hebben. Dat zeg ik je nu. En in het <laughs> volgende half uur ga je er gewoon achter komen. En als je het er zelf niet mee eens bent, Roy, moet je dat nu zeggen. Waarom niet? Ah, Oké. Okay. Ja, nou, dat hoor ik graag. Ja. Ik, ik, in voorbereiding op, de, op business interviews kijk ik ook heel graag oude interviews terug. En ik ja. keek, laatst keek ik een uh, halve maan NTR, misschien een heel goed programma. En ja. er zit zo'n vrouw tegenover je. En sorry dat ik het zeg, maar dat kutje daar tegenover je. Ja. Die, die praat op een gegeven moment over jouw werk en zegt: Ja, hoor, het is allemaal zo rauw. En je maakt ook gewoon rauwe documentaires. En dan zegt ze vervolgens: de echte wereld is helemaal niet zo rauw. Ja. En ik, 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 ben, ik ben boos, boos te zitten <laughs> daar, jongen. Maar ik, achter, ik zat achter de TV en ik was gewoon. Want Die vrouw heeft nooit een verjaardag meegemaakt of zo. Als je... Nee, dan begrijpt ze er niks van, is heel maar, simpel. Maar gebeurt dat vaak eigenlijk? Dat het soms een beetje langs mensen heen vliegt? Want jij. Wat? Wat uh, dat, langs. Wat dat rauwheid mensen... van dingen. Ja, dat ze het dan niet snappen of nee, zo? Nee, ja, dat kan. Kijk. Uh... Ik, uh, het is heel simpel. Uh, de mensen die ik film, die, uh, daar heb ik wat mee. Daar ga ik mee. Uh, daar drinken we mee. We doen alles ermee. En op een gegeven moment uh, doe ik een zender. Hè? Dus zo'n zendermicrofoon, En heb de camera. En begin te filmen. En uh, soms uh, duurt het lang. Soms uh, wordt ko het uh, korter. Maar dat is gewoon. Uh, zo werk ik. Ja. En uh, ja. Weet je. En als mensen dan zeggen. Ja het is rauw of dit of dat. That's it. Het is wat ik zie. Wat er gebeurt. Dat is het, uh, zowel ja. hier in Nederland als... Uh, ik ben pas in Kenia geweest. Of waar dan ook. Zo film ik. Dus uh, als ik wat zie... Mensen weten dat er gefilmd wordt. Uh, die hebben een zender om. En dan film ik gewoon. That's it. Ja, ja, dat is, of het nou dat is rauw is. Of, wat er uh, en uh, uh, ik doe mee ook. Nou, ter, geen... illustratie, ter illustratie. illustratie. Documentaire Foto Vrienden. Daar heb je 16 jaar ja. over gedaan. Ja, maar uh, ik heb drie films gemaakt. Hè? Dus Ik Ben Jantje in 1994, uh, Vrienden voor het Leven in 2000 en Foute Vrienden in 2010. Dus. Uh, 16 jaar. En, en, 16 en jaar. wat we daar ook nog eens, nog kenmerkender, wat we daarin zien, nu is ook steeds, allemaal hoor. wel. Ja? Ja, ik volg ze nog hoor. steeds. Ik probeer het te verkopen. <laughs> SBS. Als je niet bel op. <laughs> René, RENEE BELF Oké, maar Foute Vrienden bijvoorbeeld. Als we het ja. hebben over de rouwheid daarvan. Ja, daar, zie, daar zie je gewoon. Uh, daar, daar zie je drugshandel. Daar zie je auto. Een auto die. Dat is heel kenmerkend dat er op een gegeven moment een auto wordt gestolen diep in de ja. nacht. Ja. En jij bent erbij. Ja, ja. Ja, ja, ja ik ben erbij. Kijk, uh, toen die film begon. Toen ik die opnames begon. Uh, toen. Uh, toen was het heel. Uh, nou, uh, die jongens zaten in de criminaliteit. Een beetje, ik bedoel, het was de criminaliteit van 30 jaar geleden. Ik woonde daar, ik kende die jongens. En uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, ging ik filmen. Hè? Ik had een. Uh, met de NOS, toen nog uh, de NOS. En toen, uh, die jongens waren heel netjes. Uh, uh, <laughs> Roy Joos was heel netjes en iedereen Bobby en Jantje. Dus ik zei, jongens, jullie zijn criminelen. <laughs> <laughs> Doe wat je normaal doet. Nou, en toen is het gebeurd. Toen ging er ook een klik, denk ik, bij de jongens van oké, okay, forget it. En, uh, maar met die autostelen, kan ik je vertellen, ik heb toen naar uh, die voorlichter van Amsterdamse politie, ja. uh, hoe heet die gast? Uh, en heb ik gezegd, ja, er wordt misschien uh, ik ga een auto stelen, ga ik filmen, het wordt omgekat, et cetera. Ik zei, ik wil niet dat, het, uh, dat die jongens uh, vervolgd worden vanwege die beelden. Hij zei, ik kan je garanderen dat het niet gebeurt. Maar onder dat heb ik mond? opgenomen ja? op een nagra. Toen had je nog een nagra. Uh, nou, uh, dus het werd niet gebruikt tegen de jongens. Want dat mocht dus absoluut niet. Maar dat doe je dus nu vanaf nu altijd, of nu neem je ook wel eens een loopje? Want als ik, nou, jou, kijk, als ik rechter was, dan zou ik wel een notitieblok erbij pakken bij een rooidamesfilm. Ja, ik doe het. Kijk, het gebeurt niet zoveel, Maar het gebeurt wel. Kijk, en je hebt ook een... Uh, dat is natuurlijk altijd met die jongens. Uh, degene die ik film, daar heb je normaliter een vertrouwensrelatie. Dus als, en je voelt zelf wel wat niet gefilmd kan worden, of wat ik niet kan... Uh, je kan het wel filmen, maar niet uitzenden... Dan zend je dat niet uit. Of je praat met die jongens. Met Jantje en uh, Jos en Herman had ik veel contact met maar, maar wat zeg je dan? Want als ik foto's als nee, stelend op video. Ik laat video het vorm. zien gewoon. Ik ja? laat het aan de jongens zien. Herman heb ik het laten zien. Roy, Jos heb ik het. Ik laat het gewoon zien. En dan praten we erover. Met een pilsje of weet ik wat. We lachen erover. En that's it. En dan uh, gebeurt het. Dan wordt die film. Maar. Het belangrijkste is natuurlijk dat je een vertrouwensband met die jongens hebt. Net zoals in Kenia, dat ik een uh, vertrouwensband met die mensen heb. Overal, je moet er een vertrouwensband mee hebben. En dat loopt wel eens mis. Het is ook wel eens misgelopen. Welke, nou, dat vraag ik me ook af. Welke scènes mocht je niet uitzenden... waarvan je zei van ja, maar dat is belangrijk? Nou, gewoon waar... Uh, crimineel, uh, 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 kijk, uh, wat is belangrijk? Dat is een ander. Uh, kijk, als hun bepaalde dingen doen die ze aan het doen zijn en uh, je bent het aan het filmen en daar kan wel eens een als ze gepakt worden heb ik dus een bewijs van op tape staan ja, ja daar hangt het vanaf dat kan ik niet vrijgeven dat kan gewoon niet nee. dus als hun gepakt worden en ik heb het materiaal kan ik dat niet vrijgeven zo simpel is het ik kan ze niet vragen. Ja, maar dat, ja, dat is maar zo'n goede eenvoud. Als het misgaat, dan, dan gaat het ook mis en dan kun je er ook niks mee doen. En als het lukt, nee, dan hebben je allebei maar, een soort van buiten. Kijk, uh, het belangrijkste is dat je ze niet vraagt. Je, dat, je, dat hun er gewoon geen nadeel van krijgen. Dus je, je moet dat, het wat laten wat zien. Was, is, dat, is dat ook iets wat heel belangrijk is. Ja, dat was heel moeilijk, over die film. Niet verraden. Maar hoe, hoe kom je in hemelsnaam. Want ik heb op VMBO gezeten, dus ik weet hoe moeilijk het is om in de buurt ja. de te komen bij ja. dat soort yogis van, van de straat. Ja. Hoe deed jij dat? Ah, het was ook heel simpel. Alles is simpel. Weet je, uh, 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 van de filmacademie tot... Uh, ja, uh, dus uh, uh, ik maakte een film. Ik was bezig een film te maken over Nina van den Brink. Je weet wel, van uh, online. Nou, die werkte niet mee. Dus uh, Sees van Heden van de NPS toen, die zei tegen mij van... Uh, nou, heb je een ander onderwerp? Ik zei, nou, Marokkanen, het speelt heel erg. Ik ga Marokkaanse jongeren filmen. Nou, toen ben ik naar uh, uh, Rotterdam-Zuid gegaan, langs jongerencentra. Uh, ik werkte veel in Rotterdam, dus bekendgemaakt uh, wat ik deed. En nou, uiteindelijk vond ik een jongerenwerker die me bracht bij de jongens die ik filmde. En die jongen die de hoofdpersonage is, vond ik op straat. Ik kwam op straat voor mijn camera van ja, ik ben die en die en zus en zo. En ik dacht dat is hem. Was wel een moeilijke achteraf. Ja. Dat is een o, hele zo? moeilijke, nou ja, weet je, uh, karakter, uh, gezeik gewoon. Ontzettend veel gemmer gezeik. Heb je veel moeten inleveren op de documentaire Mokers? Uh, ja, ik ja. kan niet zeggen wat, maar ja, absoluut. Ja. Het is heel gekuist. En ik ben er heel vaak op aangevallen. Ik heb er ontzettend veel problemen mee gekregen. Haatmails? Ja, dreigingen. Ja, alles wat voor. Wat alles voor. Wat nou ja, mensen dan? Uh, Dood, uh, van alles en nog wat. Heel veel. Het heeft me heel veel ellende veroorzaakt. Ook bij uh, filmfonds. Het is in de politiek terechtgekomen. Uh, PVV vra wilde vragen stellen. Ontzettend veel gezaai. En ik, het enigste wat ik geprobeerd heb is echt kan ik uit de grond van mijn hart zeggen, is die jongens, ik heb ze acht jaar gevolgd. Gewoon acht jaar volgen wat er gebeurde. Heel simpel. En van de ene partij werd me gezegd, ja, het waren het, uh, 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 Marokkanen die kansloos waren. Negatief beeld van de Marokkanen. Nou, die jongens die waren veertien, of vijftien, begon ik ze te volgen. Ik begon ze gewoon te volgen, acht jaar lang. That's it. Dus mij werd van alles verweten, terwijl dat niet zo was. Ik bedoel, ik heb ze gewoon gevolgd. En ik heb het ontzettend gekuist, die hele film. Ja. Dus de werkelijkheid is maar veel. Het is moeilijk om me voor te stellen dat ik daar in een buurthuis hang en dat er een, 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 een blanke man met een bril komt en ik zegt, ik ga jou vastleggen en dat ik dan zeg, weet je wat, we doen het. Ja, ik kan me ook ja. heel goed voorstellen, maar ik liep daar dus al maanden rond. Hè? Dus maar het was niet zo. Iets. Er is wel iets dat mensen ja. Maar altijd ik stap die jongens wel. Nee, maar ik stap die jongens wel. Kijk, het is heel moeilijk om het vertrouwen te krijgen van die jongens die ik filmde. Dat was ontzettend moeilijk. Maar op een gegeven blik uh, heb je een soort deal van: oké, okay, we gaan het samen doen en uh, en uh, ja, tot je gewoon aangevallen wordt door een meute. Ik ben aangevallen door een meute in Rotterdam. Toen nou, moest ik... Fysiek gewoon. Fysiek plaats. gewoon, fysiek. Ja, toen maar moest dit... ik gewoon wegkomen. En ik was alleen, hè? Ik film altijd alleen. En dat was in. Uh, wanneer was dat? Dat was in 19. Uh, nee, wacht even. 2004, 3 begon, uh, ja, begon ik ermee. Ja, dat was in 2005 of zo. 2005 loopt Roy Dames over staat een documentaire maken. Iemand die gewoon een waarheid wil vastleggen. Ja, en... gewoon laat zien wat er aan de hand is. En wat voor mensen... Wat gebeurde er? Jonge Marokkaanse mensen... jongens die het niet goed vonden dat ik dat filmde. Terwijl ik vriendjes was met die jongens die ik volgde. En in een buurthuis zat in Rotterdam-West. Uh, uh, en uh, ja, gewoon weg moest wezen. Ja, wat dacht je dan? Ja, dat dat is... gebeurt. En hoe, hoe zit het dan überhaupt dat mensen dan? Want er is ook een soort van herkenning gaan. Ik heb heel lang op VMBO geprobeerd uh, de slimme leerling te zijn. En daar maakte ik geen vrienden mee. En op een gegeven moment toen leefde ik wat meer zoals ja. mijn medeklasgenoten En, ik, en ik, ik spijbelde wat meer en ik was wat meer onaardig tegen docenten. En zo kwam ik ook steeds meer bevriend met die groep. Ja, nee, volgens kijk, mij is dat een proces wat jij ook iedere keer meegaat. Ja, mee dat gaat. ga ik kijken. En het is logisch dat ik uh, bij Amsterdammerzee, Jantje, Roos veel dichterbij ben dan Marokkaanse jongens. He, dat is duidelijk. Maar, mijn ding is altijd van, ik wil het uh, openheid van spel. Sowieso uh, 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 is de situatie. Dit en dit uh, film ik. Uh, gewoon, noem je dat, uh, doorzichtiger. Iedereen mag weten wat ik film. Kortom, nou, en zo probeerde ik de Marokkanen, die Marokkaanse jongens en, en, en dat buurthuis uh, te benaderen. Nou ja, soms lukt dat en soms lukt dat niet. En toen sloeg dat over. Ja. Uh, tegen mij gewoon. En jij nou, gaat door ben daarna. Ik, nou, ik moet je zeggen, toen ben ik een, uh, vijf, zes maanden gestopt. Ik was er zo doodziek van, van alles. Van de haat, van, uh, van de agressie, van... Uh, Beetje, maar uiteindelijk wil ik die film maken. Ja. That's it. Dus ik ben gewoon doorgegaan. En uh, ik moet je zeggen: het hoofdpersonage van Mokros, uh, ja, die mocht ik wel, de jongen. En hij mocht mij ook. Maar het is ook een soort spel: een spel wat je aftast. Zo moet je het ook uh, uh, beschouwen. Maar ik wil gewoon uiteindelijk wil ik gewoon filmen wat hun beroert, wat hun beweegt. Wat hun aanzet tot datgene, die jongen die had een uh, moord gepleegd. En dan kon ik begrijpen toen hij 15 was of zo. En vertelde hij, uh, zijn broer was overleden. Nou, een heel heftig verhaal. En uh, die jongen kan ik begrijpen. Maar ze moeten mij niet het filmen onmogelijk maken of Mooi. aanvallen. Mooi. Het grappige iets... is wel dat tussen toen die en mijn leerlingen zaten wel allemaal. Fans van jouw werk? Ja, dat weet ik. Hoe, hoe raar is dat? Mensen ja, op YouTube nee, zijn dat, jouw filmpjes nee, in. Nee, dat weet ik. He? Dus ik heb wat <laughs> uh, dingen. Dus uh, weet je, Willemskantine, verzin maar. Ik krijg, uh, ik, ik, ik krijg mails. Maar ja, je moet je wel voorstellen, dat was 2003. Dus in die zin begon ik nog een beetje. Willemskantine kwam, uh, allerlei. Uh, dus ze kenden mij niet helemaal echt. Uh, dus dat kwam op en ik was voor hen ja, een, een nobody. In Rotterdam, hè? En, uh, Maar ik wil altijd doorgaan. Dus uh, ja, ik wil gewoon doorgaan, klaar. Dus niemand haalt me tegen. En je documentaire om is die er gekomen uiteindelijk. Ja, die film is er gekomen. Je laatste, en, je laatste werk wat, wat uitgekomen is, uh, volledige documentaire, ging over je broer. En ja, het is nou, niet direct. helemaal uh, twee seconden. Misschien ook een beetje ernaam. over. Ja. ja. Ja, ja, klopt. <laughs> en, het, ja. en het ging ook een beetje over de kerk en het ja. ging ook een beetje over jouzelf. Ja, ja. En ik dacht eigenlijk na al jouw documentaires, ik ken Roy <laughs> al hè? Want ja, ja. alles gaat ook eigenlijk, je zit er altijd wel tussen en mensen spreken ja, je ook aan klopt. van hé hey, Roy, film dit is, ja, en, en je ja, laat ja. het erin zitten. Hoe was dat, dat, hele, dat hele project, hoe is dat geweest voor je om dat te maken? Nou ja. Want uh, Mokros was moeilijk, maar hoe moeilijk moet het zijn om iets nou, te maken waar je zelf in betrokken bent? Nou, nou ja, goed. Uh... Het begon met, uh, ik wilde een film over die kerk maken. De kerk die gesloten werd en waar ik opgegroeid ben. Daar begon het mee. En uh, ja, op een gegeven moment natuurlijk, uh, ik zat daar altijd met mijn broer. Uh, mijn broer kwam langs als het ware in mijn gedachten. En ik dacht, shit. Ook door het fonds, hè, het mediafonds, ben je altijd van afhankelijk. Die zeiden, ja, iets over je broer doen. En uh, EO ook. En daar kon ik me wel in vinden, want mijn broer is op de een of andere manier mijn grote inspiratie, mijn grote voorbeeld. En dus uh, uh, daar begon ik over na te denken. En uh, ja, zo is dat uh, gerealiseerd. En ja, tuurlijk is het heel moeilijk. Tuurlijk. Uh, ik bedoel, voor mijn moeder, uh, ja, die gaat bijna ja, die gaat heel slecht met mijn moeder. Uh, het was er werd, heel stug over. Er is er werd Nooit over gepraat. Nee. Hè? 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, nooit over kanker, over een overleden broer is bij ons nooit gepraat. Hij was een, uh, voor mij was hij een held. Dus uh, voor mij was het uh, de, 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 de is, heel, de is natuurlijk heel fout als je een soort heldenverering. Uh, maar toch was dat zo. Het was een voorbeeld voor mij. Iemand die altijd doorging. Wat je bij de omroepen nooit vindt, hè? dat weet je. <laughs> Bescheidenheid, ja. uh, kwaliteit, hard doorwerken. Nou, dat uh, weet je. Een hoop gebral, hoop gedoe bij die omroepen. Uh, ik ben er zelf ook inherent aan. Ik schreeuw ook uh, af en toe. En uh, als ik geen geld heb, en weet ik maar, het niet. Maar wacht even. Je zit iets er ja? een ander probleem dus. Want je bent ja? gewoon boos op omroepen, ook merk ik. Wat is dat? Nou ja, weet je. Ik vind het. Weet je, ik, we... ik werk er al dertig uh, jaar in, hè. Uh, de eerste was uh, vanaf 86. En uh, ja, wat ik mis is gewoon een soort uh, kwaliteit wat ze willen naar buiten brengen. En. Uh, nou, ho hoezo mis je? Op wat voor manier mis je? Dat gebeurt er dan waardoor dat niet lukt? Ja, het gebeurt als ik denk en ik ben een van de velen natuurlijk uh, dat ik goede ideeën heb of wat dan ook. Dat mensen niet antwoorden. Wat ik heel... Kijk, ik, ik zal een beetje opener zijn. Uh, ik vind het heel jammer dat mensen niet direct antwoorden op vragen die ik heb. Van dit idee heb ik. Sommige uh, omroepen wel hoor. En uh, springen erop in. De spanning die, die nu heerst hè, aan de hand van uh, wat je nu vindt. Vluchtelingen, uh, uh, ISIS. Uh, ...wat dat uh, voor heeft in, uh, in Amsterdam-Noord. Nou, dat weet ik gewoon. Wat daar speelt, heb ik voorgesteld. En vervolgens hoor ik niks. Maar wacht even, dat is ontzettend belangrijk. Er, zijn, er lopen volgens ja. mij 300 documentairemakers rond... ...die er iets over willen maken. En, ja, nou, en ik, jij hebt het in handen. Ik heb, uh, ik heb uh, toegang uh, tot dingen. Dus dan denk ik van... Uh, ...ja, god, uh, weet je, dit heb ik. Is belangrijk voor het publiek. Want, uh, weet je, een inside story... Maar zo heb ik nog wel de penose. Hebben we 30 jaar geleden gevolgd. Hè? 35 jaar geleden. Ik en Arnold Scheer, de oude penose. We volgen ze nu weer. Frits van de Wereld, kleinzoon van Frits van de Wereld. Allemaal. We weten hoe het precies in elkaar zit. We hebben geen omroep. We willen de mensen? Het is geweldig, het is ja. geniaal ja. op. U zijn fantastische onderwerpen. Sinterklaas, nou, is ook zoiets. De oorsprong van Sinterklaas. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, bepaalde omroepen, of uh, mensen willen dat wel, maar anderen niet. En waarom? Volgens mij omdat het systeem nog steeds, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, de ene is katholiek, NCV, nou, noem ze allemaal. Zuilig gericht is, iedereen heeft zijn eigen opvatting. NTR vind ik heel goed, moet ik zeggen, VPRO ook. Maar mensen moeten durven, omroepen moeten durven. En ik heb, in te, weet je, Nederlandse omroep. ik bedoel, ik heb er uh, mijn leven lang van geleefd. Ik leef er nu nog van, ik ben er van afhankelijk, ik ben ze dankbaar. Want ik heb al die films kunnen maken. Maar ik vind wel dat ze moeten gewoon diep in moeten springen op de dingen die nu spelen. Zoals... Wat er gebeurt met ISIS in, of uh, mensen die extreem worden in een wijk, in Amsterdam Noord, of waar dan ook. Ja, dat, dat soort onderwerpen moeten op televisie. Wat in de, geme Wat in de samenleving speelt. En onze uh, nog even een pleidooi te doen. Ja, ik ben, ik ben, ik ben natuurlijk. Je, je mag het doen, ik wil het je zien. Doen, Weet je, het? leuk. Maar, het zo maar, maar, uh, maar de Amsterdamse onderwereld, de Penozen... de Nederlandse onderwereld, de geschiedenis daarvan, als je... National Geographic of, of, of uh, uh, Discovery. Nou, dan zie je die hele wereld van de Amerikaanse onderwereld. Hè? Deel na deel, serie na serie na serie. Wij hebben al 30 <laughs> jaar geleden zijn we eraan begonnen. En geen enkel omroep wil het uitzenden. <laughs> het is toch niet te geloven? Maar is het een soort van ang wat, is het ja, angst? Ja, angst is angst. Ik het? weet het niet. Want zij uh, zijn bang voor. bang voor mij. Nee, dat hoeven ze niet te zijn. Uh, uh, weet je, uh, terwijl ik graag met de mensen wil samenwerken met, uh, en ze, nou, met de meeste omroepen waar ik mee gewerkt heb, heb ik ontzettend prettig mee samengewerkt, weet je, maar voordat het daar is en voordat het doorheen is ik wil alles voor ze doen ik ben 61 jaar ik wil nog steeds alles voor een goede film doen maar het is zo fucking moeilijk om het valt er een zet... beetje van te leven? Van, nou, van da daar kan ik je ook... Uh, dus, uh, de, uh, vijf jaar geleden kon ik er goed van leven. Ik had een kantoor. Uh, op een gegeven moment twee kantoren, et cetera. Nu is het alleen maar armoe. Ik heb rekeningen. <laughs> ik zit echt financieel even... Uh, als de banken even niet kijken, bullshit. Het geld komt eraan. Maar het is gewoon heel moeilijk. Het is... ik Weet je, uh, de film in Kenia. Nou, ik... Ik denk dat het een... Het zou kunnen dat het internationaal verkocht wordt. BBC, Arte... Wat voor film is het? Je bent de beste documentairemaker die uh, Mooi, dus wat nou, een okay. Het gaat over een Belg. Dat is de main person. Dat is Gilbert. Uh, die heeft in, uh, in Burundi gezeten. Uh, is uh, soldaat geweest. Heeft uh, mensen daar, uh, stammen, dus opstandelingen, aan het mes geregen. Met een bayonet. Die heeft daar een, een klap van de molen van gekregen. Uh, kortom, hij heeft een carrière gehad als discjockey. En heeft in de bouw uh, allerlei dingen gedaan in België. Maar uh, zijn, dingen lag in, uh, zijn, zijn hart lag in Afrika. Dus hij is sinds 15 jaar geleden teruggegaan. Zoekt een vrouw, want dat is het belangrijkste. Hij zoekt een vrouw. En hij drinkt ontzettend veel, zuipt veel. Nou, uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Hij neukt heel veel. Uh, hij heeft een vaste vriendin. Het gaat gewoon om een confrontatie via hem. Westerse cultuur, Afrikaanse cultuur. En ik heb ook nog een Duitser uh, erbij ingebracht. Materiaal heb ik. Uh, maar kijk, daar speelt hetzelfde. En hey, dus kijk je documentaire, wat zie ik dan? dan je zie ziet een verliefde Belg? Je, nee, nee, je ziet iemand, je ziet een geschiedenis. Iemand die in België zit, heel somber, voor een kroeg uit ziet staren. Dan overcut naar iemand die feest zit te vieren, met zijn vriendin, voor de televisie zit. Relatieprobleem krijgt met zijn Afrikaanse vriendin. Die eruit schopt, die in de hutje zit en aanknoopt met andere vrouwen. Uh, in Kisumu heb ik uh, twee dagen lang uh, dat hij met een andere vrouwen aan de gang gaat, mislukt, ben ik oh, allemaal bij geweest. Uh, dat verhaal is er, hoe het misloopt tussen Afrikaanse cultuur of goed loopt en een Westerse cultuur. Wat die mannen drijft, wat die vrouwen drijft. Die vrouwen drijft het gewoon. Ze zeggen om de liefde, ik denk om geld. Vrouwen zijn daar een economische entiteit. En dat zegt een van die vrouwen uit Oeganda. Hè, die probeert uh, een relatie met Gilbert te krijgen. Ik ben veertig of twintig koeien waard. Mijn vader gaat vragen om... Nou, daar ben ik een jaar in gedoken. En ik heb het allemaal. Nou, volgens mij wordt het een... Waarom afhankelijk... interesseert het je zo? Omdat ik... Je interesse... in Omdat... je in India geweest. Oh, nee, ja, natuurlijk interesseert het me. Ik ben geïnteresseerd in mensen. Hoe reageren mensen? In omstandigheden. Uh, je kan niemand veroordelen. Kijk, in de Westen zeggen we hier, ja, zo'n oude lul, uh, zo'n oude viezerik, die uh, Afrikaanse vrouwen, uh, oude viezerik, maar het zit veel genuanceerder in elkaar. Vanuit die vrouwen zit het ook veel genuanceerder in elkaar. Dat laat ik zien. Dus de Afrikaanse cultuur, annex, de Westerse cultuur, maar op een hele genuanceerde vorm. Nou, dat moet een 90 minuten film worden. En ik hoop dat iedereen het gaat zien, BBC en weet ik het allemaal. Uh, ik zou het zien, ik zou het kijken. Dat zegt er vast is... bij. Maar Roy, je studeerde tropische landbouwkunde. Ja. Ja. Je werd documentaire maken. En ik vind het allerboeiendste hieraan. Overigens ook nog dat die broer waar jij zo'n ja. waardering voor hebt, die studeerde sterrenkunde. Hij zat zo dicht ja. op de aarde en hij zat ja. ver in de lucht. Ja, ja, ja. Tropische landbouwkunde is ook een reden om naar het buitenland te gaan. Hè? Want Het ja. gaat ook weer niet over. Waarom, waarom ben je hier nog? Vraag ik me soms Hoe af. bedoel je in Nederland? Ja. Omdat ik van Anselmo. Al je interesse, hou. je ligt zo erg nee, in het. Kijk, kijk uh, als je die film gezien hebt. Uh, nou, ik ging uh, naar de tropen toe. Uh, ten eerste, mijn broer was overleden. Mijn broer was, uh, uh, die zat al met het uh, verdrag van Rome. Hè, uh, de aarde gaat naar de kroppen. Uh, wat we nu hebben, de milieuproblemen. Nou, daar was hij toen al mee bezig met zijn sterrenkunde. En. Wij, liepen, wij waren heel vaak samen, dus hij praatte tegen mij daarover, over die problematiek en ook over waar moet je nagaan. Hij was 16, ik was 14 of 13. Als kinderen liepen we daarover te praten. Hij was, ja, ik zie hem gewoon en andere jongens, eh, als een geniale man. Zo zag ik hem ook. Dat heeft hij ook gedaan op de HBS. Ik ben 61, dus je had HBS. Uh, hij was de beste van zijn school toen. Dus toen ging hij naar de universiteit. deed drie studies tegelijk. Sterrenkunde, wiskunde en natuurkunde. Ik zag, als een, ja, ik zag ontzettend naar hem op. Ik dacht nou, hij weet het. En uh, vervolgens, hij was uh, uh, bescheiden. Hij ja, had alles in zich om te zeggen, wauw, wat een mens. Hij overleed. Toen had ik een probleem, want hij had het altijd over de derde wereld. Weet je, de ongelijkheid tussen arm en rijk. Dus ik dacht: shit, wat moet ik nu? Nou, ik dacht: oké, okay, ik wist het niet, tropische landbouw. Dus uh, ik heb die studie gedaan, ik ging naar India, Brazilië. Alleen één probleem: landbouw interesseerde me geen ene boel. <laughs> Dus wat ben je daar gaan, gaan doen? Wat ja, heb bereikt ik, uiteindelijk uh, daar? Ik, ik deed gewoon niks. Ik zat in India in een kamp En ik was die mensen aan het fotograferen. En ik deed gewoon niks. En ik zat wel... Uh, dat was natuurlijk heel uh, uh, extreem. Ik zat in een ziekenhuisje waar mensen werden binnengedragen die stervende waren. Dus ik zat gewoon bij hun grapjes te maken. Dus in dat kamp ging ik over naar dat hoofdkamp. En ik zat gewoon grapjes te maken. Weet je, ik was de lolligste thuis. Maar goed, het werd gewaardeerd en mensen begraven. Dus hele heftige dingen. En ik fotografeerde en ik filmde op 8mm. En ik was al bezig te filmen uh, toen ik uh, 9 jaar was, 8 jaar was. En fotograferen. Sa Mijn broer maakte foto's van uh, het hele al En ik maakte foto's van schepen, want ik wilde weg uit Nederland. Nou, dat dus heb je voor... gedaan ook uiteindelijk, uh, hè? Dat heb ik gedaan. Dus ik kwam in de tropen terecht. En nou, in Brazilië had ik de zaak een beetje belazerd. In de zin, <laughs> ik zei dat ik een uh, rozenkweker was. Maar dat was ik helemaal niet. Ik wist er geen flikken van. Dus ik werd eruit geschopt. En toen ben ik heel maar Brazilië... Uit dat uh, bedrijf werd ik geschopt. Want ik had de zaak <laughs> belazerd. Dus toen ging ik heel Brazilië rond om nog even een baantje te vinden. Maar dat was natuurlijk niet mogelijk. Maar je bent jong en je gaat rond in Brazilië. Wat zei je? Je bent jong en rondgaan in Brazilië. Dat klinkt ja. ook niet alsof je per se altijd op zoek bent naar werk hoor. Nee, ik was absoluut niet op zoek naar werk. Maar mijn vader zei: ik dacht zelf, ja, ik heb die tropische landbouw gedaan. Ik moet iets doen, ik moet op zoek gaan naar werk. Maar tegelijkertijd wist ik, forget it. Dit is niet wat ik wil. Dus toen had ik al bedacht: van ik wil filmmaker worden, ik wil filmmaker worden. Toen ben ik teruggegaan naar Nederland. kwam ik op de Vrije Academie in Den Haag. Frans Swartjes En toen begon ik langzaam de filmerij in te komen tot uh, een advertentie stond uh, over de wallen. Arnold Jasgeer, uh, willen vrijwilligers uh, meewerken aan een film over de wallen? Nou, daar heb ik me voor aangemeld en toen begon het. En dertig jaar later zijn we weer met diezelfde film bezig en intussen heb ik zoveel films gedaan. Wat een carrière, wat een rollercoaster is het geweest, hoor. Ja, het is echt een rollercoaster vaak. En dat is het mooie als ik het maar. Het is vastgelegd, allemaal. Het is allemaal vastgelegd. Ja, ja, ja. Ik loop je daar niet ontzettend vaak mee ook. 16 jaar materiaal is toch onwerkbaar? Dan kun je toch, als je gewoon mensen die iets maken, die weten van. Van foute vrienden bedoel je. Bijvoorbeeld, ja. je overzicht. Hele goede kutters weten wat je wil. Uh, dat is het, essentie weten. Uh, uh, dus ik ben niet iemand die bij een montagetafel gaat zitten en zegt van dat en dat en dat. Nee, het moet klikken tussen een kutter en jou. En uh, ja, het zit ook allemaal in mijn hoofd. Ik weet wat ik wil. Voordat je het gaat opnemen, al? Nou, ik moet je zeggen, ik heb uh, vaak niet, uh, ik heb een idee, hè? En uh, vaak gebeurt het, nou nu dus, hè, ik produceer niet zelf, ik heb een producent. Dan ga ik bij de producent praten en dan uh, gaan we erover praten, sperren. En dan zeg ik, oké, okay, uh, ja, dat is een goed idee. Uh, that's it. En zo zit ik. Dus dat schrijf ik op. Dus vanavond ga ik een script schrijven of een uh, synopsis schrijven over iets voor een uh, producent. En dat doe ik ook uh, in een montage. Dus laat de kutten maar zeggen wat voor ideeën je hebt. En dan zeg ik, ja, nee, dat is goed of niet goed of uh, zo gaat het. Nou, zo werk ik. De methode voor je dames. Ja, dit zit. <laughs> en uh, mensen vragen wel eens allemaal, hoe doe je dat? Gewoon openstaan voor mensen, gewoon erin gaan. Uh, je nou, niet... wat, wat mensen ook vaak vragen is, hoe gaat het nu met de mensen die je portretteert? Want iedereen die je portretteert, die ken jij. En dat is een soort van band die ertussen loopt. Ja, uh, klopt. Laten we bij Willemskantine beginnen. Willemskantine, ja. Huisbaas Bob, denk ik wel het meest interessante is dood, hij, is hij is overleden, hè? Ja, ja, En Jos is nog steeds uh, zwervende, wat ik uh, ervan begrijp. Ja, die mensen die uh, zijn, die, uh, die leven thuis. De rest dus de café-eigenaar, uh, et cetera. Dus echt afgelopen. Ja. de Vrienden ben je nog steeds mee bezig, zei je? Ja, uh, Jos die uh, doet hetzelfde. Uh, Jantje, die heeft dus een andere vrouw. Uh, het gaat redelijk goed. Niet Je hij moet geopereerd bouwloft. worden. Oh. Ik, uh, ik heb hem net gebeld. Hij moet geopereerd worden aan hernia en zijn hart. Herman, die leeft nog steeds elders en dat gaat ook redelijk goed. Dus ik heb alleen met Herman niet elke keer contact, maar dat komt wel weer. En met uh, Jos en, uh, en, uh, en Hermine is dus overleden. Ja. Is zei, die bruiloft dat is heel van uh, Jantje Amsterdam zei je filmen. Ja, dat heb ik gefilmd. En ik hoop dat ook uit te brengen als het weer uitgezonden wordt. Als er een serie gemaakt kan worden. Ja, is fantastisch, de bruiloft. En Jantje zei van, uh, ja, kan je dat filmen? Ik zei, ja, dat kan ik wel filmen. Ik heb geen geld. Dus als ik een montage maak, dan gaan we het verkopen. Nou, oké, okay, ik heb het gefilmd. En ik heb het nog niet echt gemonteerd. En toen zei Jantje: Ja, toch maar niet. Wordt niet uitgezonden vanwege mijn vrouw. Weet ik wie. Nou, toen is het niet uh, verspreid. Dus uh, ja, zo gaat het. Maar het komt nog wel. Het komt, weet ik zeker. Het komt zeker. <laughs> mag ik je, mag komt. ik je bedanken hoor. We zijn volgens mij okay. door de tijd. Ik kan hier nog drie uur gaan zitten. Maar we moeten kappen, jongen. Oké, okay, man. Bedankt. <laughs> <laughs> ja, ik hoop Dat's dat goed. je een beetje tevreden bent.